Ik heb een boek geschreven van... Het zijn twee levenslopen. Het speelt zich af op één dag. En de personages zijn een schilder en een meisje. De schilder is aan het eind van zijn leven. Hij is oud. En het meisje is pas 18. En ze gaan elkaar ontmoeten. Maar die ontmoeting zal zich pas afspelen als zij dood is. En daar gaat het hele boek over. Het hele boek gaat over die ene dag van de schilder. Die is op weg naar de plek waar hij haar zal ontmoeten. En dat meisje, dat eigenlijk het kortste levensverhaal heeft, van haar wordt helemaal de reis, want ze komt uit Jutland, ze komt uit Scandinavië. En haar hele reis van Jutland naar Amsterdam per schip wordt besproken en wordt verteld. En die lotgevallen daarvan. En ook zij is op weg naar de plek waar ze elkaar zullen ontmoeten. Maar het is dus een hele tragische ontmoeting. Wat bracht je bij het idee? Een tekeningetje. Zo'n klein tekeningetje. Van wie? Dat meisje. Gemaakt door? Door die schilder. Dat snap je wel. Te weten? Nee, niet te weten. Absoluut niet. De schilder is anoniem. Oké. De schilder is anoniem. Het verhaal speelt in de 17e eeuw. Dus we hadden goede schilders zat in die tijd. En deze schilder was een bekende schilder. En hij hoorde het geval. Hij hoorde van het geval, want het meisje, wanneer ze elkaar ontmoet, is ze dood, want ze is terechtgesteld. Ze is veroordeeld. Rechtspraak. Ze heeft een moord begaan. Ze is een moordenares. Het is een boek met enorm veel geweld. Dat hoor je al wel meteen. Moord. Doodstraf. En het werkt toe naar dat hele kleine tekeningetje. Het zijn eigenlijk twee levenslopen die... Ik hou daarvan om dat te doen. Die hebben eigenlijk een verschillend tempo. Dat alleen al het feit dat je het leven van de schilder vertelt, natuurlijk toch. Al gaat het maar, al speelt het zich maar af op die ene dag. Daarin zit natuurlijk toch zijn hele leven. Iemand die op één dag een wandeling door de stad Amsterdam maakt. Het speelt in Amsterdam. Is helemaal zichzelf met alles wat hij heeft meegemaakt. Aangezien die schilder op het eind van zijn leven is, komen die dingen, wanneer ze ertoe doen, komen die dingen ter sprake. En het meisje is heel jong, die wil een nieuw leven hier beginnen in de stad. En dat loopt dus heel, heel erg slecht af. Wat bracht je bij dat beeld, bij die ontmoeting? Of bij die... Nou, inderdaad, ik ben zo. Bij mij gaat een roman ontstaat ongelooflijk snel. En dat was in dit geval ook. Ik zag dat tekeningetje. Het was een bestaand tekeningetje. Het tekeningetje bestaat. Ik zag een reproductie ervan, want het tekeningetje bevindt zich in New York, in het Metropolitan. En ik ben terwijl in de loop van de periode waarin ik deze roman heb geschreven, dat was anderhalf jaar, heb ik over gedaan. Vrij snel voor mijn doen, voor een dergelijk heel groot onderwerp. En ben ik ook bijna als een soort pelgrimage naar New York gegaan. Ik wilde het tekeningetje zien. En het bevond zich daar in het depot. Tekeningetjes zijn heel kwetsbaar. Je hebt het laten lichten. Ja, ze hebben het voor mij uit de archief? Ja, eigenlijk ondergronds bevond het zich. Ze hebben het naar boven gehaald voor mij. En heel wonderlijk en ook ontroerend bijna. Ze hebben me zo vertrouwd. Ze hebben het op een kleine ezel gezet en ik heb er een uur naar gekeken. Verder niks natuurlijk. Ik kende de afbeelding. Ja. Dus het is dat tekeningetje dat op het eerste gezicht, net zoals je liefde op het eerste gezicht hebt. Bij mij is vaak op het eerste gezicht of het eerste idee, ja, dan hang ik. Dan zit ik er voor ongeveer 2 jaar aan vast. Roman op het eerste gezicht. Ja, roman op het eerste gezicht. Bij mij heel, heel vaak gebeurd. Ja. Nu dus ook. En wat trof je zo in dat tekeningetje? Wat in het tekeningetje bracht het op? Weet je, je kunt een tekeningetje eigenlijk niet in woorden beschrijven. En in deze roman, omdat een van de personages een schilder is, daar komen natuurlijk nogal eens hij is gepassioneerd, hij is geobsedeerd door zijn werk. Dus allicht komt dat werk ter sprake. Alles wat gebeurt, moet met woorden gebeuren. Het tekeningetje,
Ik kan het eigenlijk niet beschrijven. Dat is nou juist het mooie van een tekeningetje. En dat is hoe het ging. Ik zag het tekeningetje en verwond. Zag je het verhaal ook voor je? Op ja, dat moment? Ja, dat zie ik altijd heel snel. Ik zie als het ware bijna abstract zie ik de roman zie ik dan zelfs voor me. Ik zie die twee lijnen van die personages. Ik zie de wandeling door de stad van die schilder. Ik weet dingen van die schilder, maar ik weet een heleboel dingen niet. En die ga ik dan zoeken. Ik vermoed ze. Het is een bekende schilder, dus ik weet er wel wat. Iedereen weet wel wat van deze schilder. Maar vervolgens moet je dat... Het moet een rol spelen in het verhaal. Het moet ertoe doen. Nou, dat alles besef ik bijna in dat ene moment. Ja. Het bestaande tekeningetje is een tekeningetje van Rembrandt. Pardon? Veronderstel ik of niet? Kijk, ik heb deze schilder geen naam willen geven. Want het is inderdaad een hele beroemde schilder. En ik heb hem niet willen belasten met 3 eeuwen wereldberoemdheid. Nee, dit... Waarom niet? Kan je me dat uitleggen? De roman speelt in de 17e eeuw. Men noemt dat dan een historisch roman. Maar ik probeer dat te vermijden. Want in die tijd, men is toch geen historisch... Zijn wij een historisch personage? Nee, wij zijn een personage van nu. En dat waren natuurlijk ook de mensen toen. Dus ik probeer altijd dat bepaalde laagje van geschiedenis en historie te vermijden. Wanneer ik een roman speel die in het verleden speelt, probeer ik hem... Kijk, toen was nu. Toen was nu. En zo probeer ik de roman te schrijven. Maar het ligt daar misschien aan ter grondslag dat je, zoals Jeroen Brouwers ooit... met bezonken rood zou kunnen worden afgerekend op wel of niet kloppende historische details? Oh, daar ben ik totaal niet bang voor. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Dat speelt niet? Nee, dat speelt helemaal niet. Nee, het is echt het element van... Ten eerste, het moet een zogenaamd nu zijn. En ten tweede... wilde ik deze schilder, die een beroemde schilder is en inmiddels wereldberoemd... maar toen was hij gewoon een goede Amsterdamse schilder, heel gezien... En ook wel beroemd, maar niet... Kijk... Beetje op zijn retour zelfs al, geloof ik? In zijn omgeving, nee, of niet? Niet op zijn retour. Onder kenners helemaal niet. Gold hij nog steeds als heel voortreffelijk. Maar er is een heel groot verschil of je iemand bent... of je een kunstenaar bent die nu beroemd is... of je bent een kunstenaar die na 3 eeuwen wereldberoemd is. En dat heb ik hem niet willen aandoen, heb ik ook niet gewild, omdat het gaat, het is toevallig deze schilder, maar het had ook een andere schilder kunnen zijn, want weet je, al dat geweld, hè, moord, ook vreselijke ziekte, pest, doodslag, en dat moet staan tegenover dat hele, hele andere gebied waarin de kunst zich bevindt, een kunstenaar. Dus hij moest gewoon staan voor een schilder. Dit personage, deze schilder, is in feite alle schilders. Zit ik nu te verzinnen hoor, maar zo zou het wel ongeveer, zo heb ik het denk ik wel ongeveer bedoeld. Alle schilders, de schilderkunst, ja, dus... als pro-creatieve kracht tegenover het slechte of het... Ja, weet je, zo moralistisch heb ik het ook niet. Nee hoor, weet je, het is een verhaal dat toont. Dat toont al die vreselijke dingen. En tegelijkertijd toont het simpelste natuurlijk wat je hebt. Een stukje papier en een pennetje. En tekenen. En die concentratie daarop. En natuurlijk, daar kun je geweldige morele verhalen aan ophangen. Maar dat doet het boek helemaal niet. Want het boek toont... Probeer te tonen, zoals een tekeningetje toont. Ik heb het boek bijna zelf ook als een schilderij of als een tekening ervaren. Heb je daar naartoe gewerkt? Nou, nee, zeker niet naartoe gewerkt. Maar wat ik wel altijd probeer is de dingen voor me te zien. En als je dat doet, wat ik heel goed kan. Ik kan me heel goed een bepaalde situatie zo voorstellen dat ik het gewoon zie... Dan beschrijf je wat er gebeurt en beschrijf je hoe iets eruit ziet. Dus ik beschrijf, ik zou je wel zeggen, zo'n moord. Ja, dat is reuze gemakkelijk om te schrijven. Ik zie dat meisje dat doen. Het is een historische gebeurtenis, hè? Het meisje heeft echt bestaan. Het is niet bekend waarom ze haar hospita met een bijl de kop in heeft geslagen. Want zo, dat is het geval, hè, met haar. Met dit schaap van een kind...
Van toeten nog blazen, ze was zelfs nog nooit verliefd geweest. Op een bepaald moment moet, dit alles geef ik haar natuurlijk, dus allemaal onbekend. En op een bepaald moment moet er in dat logement iets gebeurd zijn dat zij tot die daad is gekomen. Ik maak dat waar in het boek. En dat is moeilijker. Dat is moeilijker dan op een gegeven ogenblik wanneer ze die bijl in haar handen heeft en dan die moord beschrijven. Dat is niet zo moeilijk. Het aannemelijk maken is moeilijk. Zeg. Ja, tuurlijk. Daar moet je over nadenken. Het moet overtuigend zijn. Je mag er geen... Kijk, het is iets wat echt gebeurd is. Dus als ik al iets verzin, moet het iets zijn dat zou hebben gekund. En vervolgens kan je dat niet zo klakloos zoals in een krantenbericht opschrijven. Je moet er naartoe werken, dusdanig dat het boek zegt, dat meisje heeft gelijk. Ik ben altijd op de hand van mijn personages. Hè? Ook al pakken ze een bijl, dan ben ik op haar hand. Daarom is zo'n moord zo makkelijk te beschrijven. Maar weet je wat heel erg moeilijk was? Het kind wordt dus diezelfde dag nog gepakt door de, zeg maar, de politie. Ze wordt opgesloten in een cel. En dat is onder het stadhuis. Dat heet nu het paleis. Het is natuurlijk een grote schande dat het tegenwoordig Koninklijk Paleis is. Ik heb het namelijk nu over een periode waarin Nederland een republiek was. En dat was juist iets heel bijzonders. En het was iets waar we enorm trots op konden zijn. Omgeven door heel autocratisch geregeerde, door vorsten geregeerde landen. En wij waren republiek. En het paleis op de Dam, dat was ons stadhuis. Dus daar zat het kind in die cel. Daar is ze na 14 dagen een schavot getimmerd en daar is ze dus terechtgesteld. En weet je wat moeilijk is, zei je zo even? Juist, die terechtstelling. Die is moeilijk? Ja. Waarom is dat moeilijk? Ik had dat helemaal niet verwacht. Ik had me er helemaal niet mee bezig gehouden of dat nou moeilijk zou zijn of niet. Ik wist dat ik dat moest schrijven. Heel veel research gedaan natuurlijk. Hoe en wat, want... Ja, ik zal daar een stukje voorlezen. Ik vind het zelfs pijnlijk om het gewoon zo te vertellen hoe zij is terechtgesteld. Ik heb gezien puur aan mijn schrijftafel het verschil tussen moord en doodstraf. Moord, zoals ik al zei, het is helemaal niet moeilijk om te schrijven. Doodstraf, vreselijk. Omdat je aan de kant van je personage staat? Nee, ook zeker. Maar omdat het dus blijkbaar echt heel erg is. Iemand doodmaken gewoon vanuit een rechtszaak. En dan de autoriteiten die gewoon iemand doodmaken. Een doodstraf dus. Een leven nemen. Als maatschappelijke vergelding. Ja, vergelding of wat het dan ook is. Kijk, het is natuurlijk ook actueler dan je zou denken. Ik bedoel, wij kennen de doodstraf niet meer, maar overal bestaat de doodstraf nog wel. En volgend jaar hebben we Wilders met een pleidooi voor de doodstraf. Ja. Nou, er schijnen hier via enquêtes, er schijnen hier een groot percentage van de bevolking nog altijd voor te zijn. Wat ik ook wel begrijp, het is vergelding. En dat ik heb gewoon gezien dat een moord niet moeilijk is en een doodstraf wel moeilijk om te schrijven. En daarom denk ik dus dat je ook een beetje het verschil kan afmeten tussen het ene en het ander. Hoe is dat gegaan? Want je hebt kunnen achterhalen wie het was dus, blijkbaar. Dit meisje? Ja. Ja, dat is ook heel bekend. Heel bekend, het is bekend. Dus ik ben ook naar de archieven gegaan en ik heb ook die... Heeft ze in het boek bijvoorbeeld jouw echte naam? Of ja, zij heeft de echte naam gekregen? Ja, de schilder niet, maar zij wel. Ja, dus eigenlijk doe ik een beetje... Kijk, die schilder heeft haar ook voor de eeuwigheid vastgelegd natuurlijk, met zo'n klein tekeningetje. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een bootje genomen... In het havengebied, westelijk havengebied. Hij is IJ overgestoken. Dan kom je op, dat heet tegenwoordig Amsterdam-Noord. En dat heet de Volewijk. Maar in de tijd was dat het Galgenveld. En ze hebben dat meisje dus daar aan een paal te kijk gezet. Dood en wel. Dood en wel, maar samen met een stelletje andere misdadigers. Dat was afschrikwekkend voorbeeld. Ja. En dus die schilder, moet je je maar voorstellen, die wandelt zo door het oude Amsterdam. Dat was toen gewoon het moderne Amsterdam, heel modern zelfs. De grachten waren net allemaal gegraven en ze waren hier nog bezig de grachten verder uit te breiden. En hij neemt daar een bootje, hij steekt over en hij gaat dat meisje tekenen. Waarmee hij haar eigenlijk
voor altijd heeft laten voortbestaan. Wat ik geïnspireerd door de tekening heb gedaan, is haar een biografie geven. Een levensgeschiedenis en een levensbeschrijving. Maar kennelijk was er al het nodige gedocumenteerd van haar leven. Of was het toch maar heel weinig? Nee, dat was heel weinig. Dat waren vier hele kleine fragmentjes in het confessieboek, zoals dat dan heette. Waar, het confessieboek van de stad Amsterdam. Waarin men toch keurig opschreef haar arrestatie en de rechtspraak. Ze is vier keer verhoord. En vervolgens haar straf. Haar vonnis. Dus laten we zeggen, wat je van haar weet is waar ze vandaan kwam? Ongeveer Jutland, hè, dat is bekend. Haar leeftijd, haar naam. Dus en dat was het. En de rest is zeg maar door jou gereconstrueerd. Een tekening als het ware ingevuld. Ja, ja. Is het... jij hebt je in die tijd als zodanig natuurlijk ook moeten verdiepen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Want je schetst, je schildert heel, je schetst, je tekent, wat, hoe zou ik het eens zeggen? Ja, zeg maar, ja. Je schetst heel gedetailleerd ook het leven uit die tijd, de gewoonte, de manier waarop mensen gekleed gaan, wat ze eten, wat ze drinken, wat de pest voor invloed heeft op hun bestaan. Ja. Tot en met de rituelen die dan bij de liefde horen. Ja, precies, dat moet je allemaal doen natuurlijk. Het is... ik heb daar heel veel voor gestudeerd natuurlijk en wat ik niet kon vinden heb ik verzonnen. En ik weet ook, daar zit natuurlijk op een bepaald moment, maar ik moet ook helemaal, bijvoorbeeld ze koffie drinken, ik weet gewoon, dat is eigenlijk 20 jaar te vroeg. Dat weet ik gewoon, maar ik heb gewoon zin om ze op een bepaald moment koffie te laten drinken en dat kun je als romanschrijver doen. Dat vind mag. Ik, vind ik, ja. Natuurlijk, als ik zag wat mijn schilder zich allemaal permitteerde met zijn onderwerpen, veel Bijbelse onderwerpen. Nou, hoe die ze kleden. Dat is dus echt niet, zeg, oud-testamentisch. Maar hoe hij dacht dat het oud-testamentisch was. Dus dan weet ik, je kan je wel wat permitteren. Ja. Veel dingen kloppen. Ja. De 17e eeuw sluipt voor mijn gevoel hier en daar ook je taal binnen. Klopt dat? Eigenlijk is dat typisch iets wat ik probeer te vermijden. Al behalve in de liedjes. Ze zingen nogal, dat is ook heel realistisch. De mensen zongen toen enorm veel. Ik ga maar nadenken, er was natuurlijk niet een radio die je de hele dag kon aanzetten. Eigenlijk zong men altijd. Dus die liedjes, die vond ik, hè, die oude teksten, ook vaak helemaal veranderd hoor. Al naar gelang ik ze leuker vond. Maar de taal, die heb ik geprobeerd modern te houden. Okay. Want weer natuurlijk, die mensen spraken gewoon actuele taal, hè? Maar wel van hun tijd natuurlijk toch. Jawel, maar ga je dat nu dan terugbrengen in oud-Nederlands? Ik heb natuurlijk heel veel oud-Nederlandse bronnen geraadpleegd. Nou, ik had het hier en daar, bij woorden die voor mijn gevoel langzaamaan, die je wel kent en wel tot je vocabulaire horen, maar toch enigszins in onbruik geraakt zijn en die prachtig zijn als er... Ja. Als ze vervolgens uit je taalgeheugen, met behulp van jouw boek, omhoog getild worden naar je bewustzijn. Ik zou er zo geen niet één kunnen noemen. Als ik dat bewust had gedaan, zou ik dat waarschijnlijk kunnen. Maar ik zou er zo niet eentje waarvan ik denk van kom op, dat is een leuk woord, dat stop ik erin. Nee, juist niet. Is het meer dan een reconstructieboek ook nog? Ja, natuurlijk. Het is een... Er zit natuurlijk in de eerste plaats die twee levens die elkaar ontmoeten. Wat ik altijd een heel erg mooi onderwerp vind. De ontmoeting. Dat gebeurt natuurlijk elke dag. En iedereen maakt dat mee. Je realiseert je natuurlijk lang niet altijd hoe geheimzinnig een ontmoeting is. Dat zijn... Je komt iemand tegen. Je raakt in gesprek. Of soms is het een hele grote ontmoeting. Je wordt verliefd. Of je gaat met iemand zaken doen. Dat zijn, en er zijn enorme achtergronden van elk personage. En die tellen, die werken mee. En als je nagaat wat er allemaal nodig is geweest voor dit meisje. Om vanuit Jutland, en het was een hele strenge winter, per schip. En ze reisde met een schip waarop ook een hele lading ossen
van Jutland naar Amsterdam ging. Was gewoon vever voor. En vervolgens beland ze in een logementje op het Damrak. Maar ondertussen, die schilder is al naar haar onderweg ook, met zijn hele leven. Dat is heel geheimzinnig. Dus in feite is zo'n ontmoeting al heel lang tevoren begonnen. En dat laat je eigenlijk zien, dat zeg je niet, dat toon je eigenlijk. Want die hoofdstukken wisselen elkaar af, hè, van het meisje en de schilder. En dan zie je hoe die twee personages en die gebeurtenissen ook zich in elkaar verstrengelen. Je ziet ook de noodlottigheid van ja, vooral de noodlottigheid. Nou, eigenlijk allebei zijn het tragische personages. Hè? De noodlottigheid van dat meisje, van die moord. Hoe komt het kind ertoe? Het was zo'n best kind die er gewoon een dienstje zocht. Maar vind je ontmoetingen bijzonder? Ja, vind ze altijd bijzonder. Omdat ze omdat het lot, het is het lot, heeft het lot betekenis? Denk je er in term van betekenisgeving of betekenisverlening over? Ja, zingeving? Of? Ja, weet je, dat zijn natuurlijk woorden waar tegenwoordig ik weet niet wat aan hangt. Hè? En ik ben daarin concreter. Het woord toeval is eigenlijk een interessante woord hierin. He, je kunt je natuurlijk voorstellen, wat een toeval dat we elkaar ontmoeten. Of wat een toeval dat die twee elkaar ontmoeten. Of wat een toeval dat dat meisje, bijvoorbeeld in dit boek, ze is met die hospita een akelig mens. En er is een confrontatie, ze schreeuwen elkaar aan. En op dat moment ziet dat meisje op een stoel ziet zijn bijl liggen. Had die bijl daar niet gelegen, waarschijnlijk zou ze geen moordenares zijn geworden. Dat zijn wonderlijke dingen om je te realiseren. Dus op een bepaald moment. Dat het. Het zijn wonderlijke dingen om je te realiseren, omdat het kruispunten zijn waarop je telkens links of rechts kunt, bedoel je? Ja, en daar barst het natuurlijk van. Daar barst het van. Zij komt aan op dat schip en die os die wordt allemaal. Het is ontzettend lawaai en het kind loopt heel rustig zo die plank af. En dan staat daar dat mens, staat haar op te wachten. Er stonden in die tijd wel 6 van die vrouwen te wachten op eventuele gasten. Maar zij belandt bij dit mens. Dat is ook een ontmoeting dus. Maar is toeval een interessant woord omdat je daarmee iets over de chaos zegt? Of, ja, je zegt wel wat over de chaos. Of je zegt in ieder geval iets over de enorme toevloed en hoeveelheid van gebeurtenissen. Eigenlijk elke grote gebeurtenis bestaat uit nou ja, bijna een kosmos en zulke kleine gebeurtenisjes. Maar zie jij de orde in of niet? Of zie je de regie in? Nou, je brengt hem er als romanschrijver, breng je er orde in. Oké, maar in real life bedoel ik? Er is misschien een orde als je hem zou zien. Maar een orde die je niet ziet, is geen orde. Als je het zou kunnen ontrafelen, bij belangrijke ontmoetingen doen we het allemaal. Hè? Als je zegt, nou toen heb ik mijn man ontmoet en dat ging zo en zo. Dan kun je gezellig aan de klets daarover komen en vertellen. Doe je het. En dan krijgt het betekenis. Dan denk je dat de betekenis is dat je elkaar hebt ontmoet en dat het klikt. Je denkt dat dat de betekenis is. En waarom niet? Dat is dan de betekenis. Die geef je eraan. Bij alle grote tragische en dramatische gebeurtenissen kan je die achtergronden, voel je die achtergronden, spelen mee. En dat is natuurlijk het fascinerende van het schrijven. Dat is waarom je eraan verslaafd bent. Dat je die toont. Dat je het wat toont? Dat je die achtergronden toont. De achtergronden van? Van die ontmoeting. Of van de gebeurtenis. Of van de moord. En misschien is dat wel, nou ik er met jou zo over praat, het probleem waarom ik zo'n probleem had met het beschrijven van die doodstraf. Dat is helemaal uitgedacht. Dat is een keihard, maar in zekere zin ook wonderschoon ritueel. Dat moet zo. Die schout moet het horen. De schepenen moeten dit zeggen. De beul moet zich zo gedragen. De beul moet dit bedrag krijgen. Daarna moeten er 2... Begrijp je? En dat is dus geen toeval. Dat is helemaal geanceneerd. Dat is misschien het akelige eraan. Dat het zo vast ligt. En bedacht is. Dat het zo bedacht is. Dat het heeft iets heel kils en koud. En iets
ja, je hebt de neiging om te zeggen iets onmenselijks, maar dat is het natuurlijk dus juist niet. Het is juist menselijk in de zeer slechte zin des woords. Toeval bestaat wel of toeval bestaat niet? Ja, ik ben geneigd te zeggen dat het niet bestaat, maar aangezien we dat inzicht niet hebben in al die gebeurtenissen, noemen wij het toeval. Ik ben geneigd te denken dat het niet bestaat, nee. Dat er samenhang is in alles. Ja. En betekenis dus, of logica. Ja, betekenis is een lastig woord, want daar zit betekenis wat. Hè? Daar kan je zeggen morele betekenis of economische betekenis of liefdesbetekenis. Betekenis is een lastig woord. Ja, ik ben van gereformeerde huizen. Ik van katholieken. Dus dat betekent natuurlijk toch dat je er snel over denkt in termen van zingeving. Katholieken zijn, gaan, ja, dat is een zeker, zoals ik het dus heb ervaren en nog ervaren, dat is een godsdienst die heel erg ver teruggaat op andere godsdiensten. Er zit een zekere animisme in, er zitten elementen van godsdienst in die we eigenlijk heidens noemen. Heel erg mooi natuurlijk dat de ziel leeft voort en die doden, en daar hebben we nog contact mee. Dat vind ik een van de mooiste dingen van het katholieke geloof, dus dat is de heilige. Dat vind ik echt top. Vind ik nog steeds top. Top omdat het zo grensoverschrijdend is met de dood? Ja, absoluut. En dan niet in term van troost of zo, maar omdat het mooi popkast is? Of nou, die heiligen zijn natuurlijk heel leuk omdat je denkt dat ze iets voor je kunnen doen. Als je vraagt een heilige. Dus je sleutels kwijt bent. Nou, inderdaad. Antonius. Hoef je mij maar weinig te vragen. Enfin, nee, maar er zit wel ook een troost, heel groot troostelement in dit gegeven van het katholiek geloof. Dat is dat je nog voor je doden kan zorgen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Hè? Dat je dus kan bidden voor de zielenrust, dat je kan bidden voor je doden. Dat zijn dingen die bestaan eigenlijk in Afrikaanse godsdiensten of in ik weet niet wat voor godsdiensten. Maar... Dus, ja, want we drijven af, hè? We drijven ook wel leuk af, want we hadden het over toeval en over, oh ja, toeval. Over de betekenis. En betekenis, van ja. Toeval, ja. En over, ja. Is er wel orde, is er niet orde, is het wel chaos of niet chaos? Ja. Maar laten we zeggen, als ik jou goed snap, dan zeg je dat we ervaren het als chaos, maar het is een construct, ja, alleen we zien het niet. Precies, ik ben geneigd te denken dat zo is. Ja. En kan je me uitleggen? Wat nou maakt dat je denkt dat dat zo is? Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen, ook al omdat ik het nooit verder heb uitgedacht. Het is een gevoelsmatig iets, maar het lijkt me heel goed mogelijk. Wij kijken naar de kosmos, dat is zo'n enorm woord. Hè? Je denkt, ja, jij begint al meteen nee te schudden, kijken we niet naar, maar we kijken er wel naar. We zien heel klein stukjes, de hemel, een maan, een zon en dat soort dingen. En inmiddels weten wij natuurlijk dat het een fractie is van wat er bestaat. Maar het is wel een patroon natuurlijk waar wij naar kijken. En dat patroon is immens en daar zien wij een klein stukje van. Dat gevoel heb ik ook wel, dat het zo in elkaar steekt. Dit boek, wat neemt het voor plek in jouw totale werk, in je oeuvre? Dus ik denk, het is voor mij is een heel belangrijk boek. Ja. Heel belangrijk boek. En wat maakt het zo belangrijk? Ja, het is, ik vind het zelf een fascinerende gebeurtenis, een fascinerend verhaal vind ik het. En ik vind het heel erg mooi, zo'n oudere man, zo'n oudere schilder, met zijn eigen zeer tragische leven achter zich en die dan zo'n we hebben over het boek al een beetje gepraat. Weet je... Ik geloof dat de boeken die er voor een schrijver toe doen, dat zijn de boeken waarin je denkt dat je iets gelukt is. Waarin je denkt van, zo heb ik het willen doen. En dat heb ik met dit boek heel sterk. Ja. En wat is er gelukt voor je gevoel? Ja, het verhaal is verteld zoals ik het heb willen vertellen. Die schilder, dat is niet zo makkelijk hoor, een personage te nemen wat in feite natuurlijk een wereldberoemdheid is. Dat is bijna onmogelijk. Zou ik hem zijn naam hebben gegeven, dan had ik hem geen enkele emotie kunnen geven. Zo heb ik dat tenminste gevoeld, want dan wordt het kitsch. Dus als ik zeg, ik heb hem willen
ik heb hem niet willen belasten met zijn wereldberoemdheid, dan meen ik dat heel erg. Het lijkt net alsof dus deze schilder, als ik hem zijn naam had gegeven, dat hij eigenlijk zichzelf niet had kunnen zijn. Dat klinkt heel gek. En dus dat ik hem deze gang heb laten maken door de stad, en dat ik zelf vind dat dat gelukt is, maakt het boek voor mij een belangrijk boek. Ja, en eerlijk gezegd, er zit ook wel een thema in, maar dat is echt een puur persoonlijk thema natuurlijk. Dat ik kom uit de wereld van de kunsten. Zelf ben ik als muzikus opgeleid. Mijn man was schilder en beeldhouwer. En ik ben nu schrijfster geworden. Dus er zitten in mij... Ik heb een heel sterk bewustzijn van de passie die er steekt in die wereld van de kunst. Dat als een soort van parallelle wereld met onze dagelijkse wereld leidt. Het zijn twee banen die naast elkaar bestaan. En waarvan die ene baan zo ongelooflijk sterk en krachtig is. Dus dat is voor mij natuurlijk heel mooi geweest om het in dit boek naast al dat geweld te zetten. Van die jonge vrouw die sterft aan de pest. Ik bedoel, het is niet alleen het geweld van de autoriteit, het is ook het geweld van God. Zo wordt het in het boek genoemd. En waarom niet? He, dus het is een vrouw die in de bloei van haar leven dat verschrikkelijke ziekbed doormaakt van de pest. Wat ook puur historisch is. He. Dat is ook in dat jaar was dat hier in de stad aan de gang. Dus er zit zo'n enorm hoeveelheid geweld in dit boek. En tegelijkertijd is er dus die stroom waar ik zo mijn thuis voel. En waarvan ik zo'n kracht voel van al die kunst en dat... zit in die persoon wat die schilder. En die twee stromen, die toont dit boek. En dat maakt dat het voor mij een heel belangrijk boek is geworden. En de kunst is dan een tegenkracht? Of een kracht van het goede? Ja, maar jij bent calvinistisch, hè? Ik heb zo niet willen denken. Ik denk ook helemaal niet zo. Nee, het is wel een andere kracht. Ik zeg zelfs niet tegenkracht. Want kunst zelf kan ook heel gevaarlijk zijn. Het is niet echt per definitie een goede kracht. Het is een andere. Hij stak de straat over. Zijn voorhoofd vol horizontale rimpels gaf hem het voorkomen van een denker, wat hij ook was. Schilders zijn gewend met hun handen te denken. Bij de kruising met de Prinsengracht viel me op hoe druk het er was. Iedereen liep in de richting van de brug over de Nieuwezijds Achterburgwal. Wat ging dat allemaal doen daar verderop bij het stadhuis? Want wie hier liep, liep richting de Dam. In de bocht, een paar straten verder, bleef hij staan en bukte zich om er eens te informeren. Onder aan het trapje naar een bediende ingang stond een vrouw met twee handen een voordeur dicht te duwen. Wat is er aan de hand? De dienstbode keek over haar schouder. Ze zag een bejaarde meneer met doordringende ogen die niet wist wat volgens haar de hele stad al een paar dagen wist. Ze klom omhoog. Weet u dat niet? Het was justitiedag. Oh. Moeten we dan niet een stukje overnieuw doen of ga je hier knippen? Ik kan knippen bij het was justitiedag. Oké. Okay. Hij reageerde niet. Er was een terechtstelling op de Dam. O, knikte hij en wilde al doorlopen, maar de vrouw bleef hem nadrukkelijk aanstaren. Het bijzondere moest nog komen. Even zag hij wangen en mond verwringen, in de ogen flitste benieuwdheid op, intens als een groot verlangen. Een vrouw, zei ze. Een meisje, pas 18 jaar. Ze stapte schuin naar voren om hem te laten passeren. Het begint om 11:00, zei ze nog. Toen hij doorliep, was hij in principe nog steeds op weg naar de Warmoestraat om bij een van zijn leveranciers inkoop te doen voor een doek, een werk in wording dat zijn verstand en ook zijn gedachten op dit moment al ver voorbij was gestreefd en daarom als een magneet aan hem trok. Een liefdespaar, een tweetal in goud en rood, gezet in een donkere ruimte. Bij uitzondering was het doek nu dus niet direct bestemd voor een ander. Tot het moment waarop hij dringend geld nodig zou hebben, was wat het afbeelde van hem. Maar het bericht van daarnet was zijn hart ingeslopen en zou daar blijven, morrelend aan zijn aandacht. Terechtstellingen waren er in de stad natuurlijk regelmatig.
Sommigen gingen er naar kijken, dat wil zeggen op zijn minst een paar honderd. En als het geval tot de verbeelding sprak, waren het er soms meer dan 1000. Anderen deden dat nooit. Hij had als kind in Leiden het ophangen allicht al wel eens gezien. Burgen? Nee. Was dat iets voor vrouwelijke criminelen? Zittend? Vonden ze dat decenter misschien? In zijn oren nog de paar woorden die hem vertelden wat hier op handen was, al bezig te gebeuren in het leven van een meisje pas 18 jaar, bereikte hij de brug op het moment dat de klokken begonnen te luiden. Eerst verderop, dof, traag, al gauw overstemd door het zware gebonk recht boven zijn hoofd van de Westerkerk. Ze overdrijven, dacht hij. Inderdaad maakte de kerk vandaag meer drukte dan gewoonlijk en dat viel wel te begrijpen. Er was in deze stad in geen tijden een vrouw ter dood gebracht, om precies te zijn, in geen 21 jaar. Mannen deed men vrij geregeld. Dieven, geweldplegers, recidivisten. Op een bepaald moment was men het gedonder zat en gingen ze op het rad of men hing ze op. Hoewel de dam gewoon op zijn route lag, zorgde het kabaal ervoor dat de schiller er nu op een andere manier, dwingend in de menigte opgenomen, naartoe werd getrokken. Het werkte hem op de zenuwen. Kort geleden had hij in een boek een prent van een afgodsbeeld gezien. Het had het gehoornde hoofd van een buffel en 4 gekromde mensenarmen. Op bepaalde dagen, zo had hij belangstellend gelezen, werd in het binnenste van het beeld een laaiend vuur aangelegd en kreeg het volk de gelegenheid de god gunstig te stemmen door in zijn gloeiende armen een offer te leggen. Fruit, levende vogels, zoogdieren, een slaaf, een gevangene of, wat door de godheid nog het meest werd geapprecieerd, een eigen kind. Je eigen kind offeren, na rijp beraad, nadat je het eerst als een stuk gevogelte de voetjes hebt samengebonden. Dan overschrijd je toch wel een grens. Hebben die wilden in een idioom dat waanzinnig lijkt, maar het misschien niet is, de taal van hun god opgespoord? Hij vroeg zich af of hij niet beter linksaf kon slaan. Hij had geen zin in terechtstellingen, niet in die van de mensen, niet in die van God. Nog geen jaar geleden was zijn vrouw gestorven. Je kon via een van de bruggen bij de Nieuwe Dijk evengoed aan de andere kant van de Damrak komen. Intussen zag hij de achtergevel van het stadhuis al gigantisch, geelachtig wit opdoemen, aan de grond moddergrijzig verkleurd, dat de hele omgeving finaal plat sloeg. Daar, rechts in een van de cellen onder de grond, zat dus dat kind, met boven haar hoofd een van de machtigste bouwsels van Europa, een tumult van volmaakt op elkaar afgestemde lengte en hoogte, allemaal exact uitgerekend en met hoogmoedig wil, van uitvoerder tot metselaar, ook strikt in de hand gehouden, dat één enkele boodschap uitzond. Dit is Amsterdam. Dit is de wereld. Hij vouwde zijn handen op de rug, zijn stap vertraagd. Het gebouw waar hij al vaak genoeg binnen was geweest, ging als een kaartenhuis voor zijn geestesoog open. Trappen, galerijen, kantoren, alles getekend rond de flonkerende zaal die het eigendom was van de stadsbevolking. Het morele bezit van de burgers, die het volste recht hadden om hier wanneer ze maar zin hadden naar binnen te gaan, te kijken, zaken af te handelen en met hun muilen over de in de marmeren vloer ingelegde cirkels met de hemel- en wereldkaarten te lopen. Overvallen door een idee bleef hij staan. Dit soort bliksemschichten moest je altijd ernstig nemen. Een man met een hondje in zijn armen botste tegen hem op. De twee keken elkaar op amper een handlengte aan, niet langer dan 1 seconde, waarin de een dacht, waarom zou ik 2 van die volmaakte cirkels niet eens rechtop zetten als achtergrond voor een mannenportret? En waarin de ander helemaal niets dacht, omdat zijn hoofd vol zat met het klokgelui, de dreunende oproep die zonder enige twijfel tot diep in het gebouw was te horen. Ze zouden aanstonds met het criminele meisje gaan bidden. In het verlengde daarvan zouden ze, voor het laatst, vragen of ze berouw had. De koppige Griet zou nee zeggen.